zag gisteren zo'n leuk programma op tv, hè? Ja, ja. Het was een reisprogramma. Oh ja. En ze gingen met z'n allen naar een tropisch eiland. Midden in de oceaan. Overal blauwe zee. Knalblauw. Oh, dat lijkt me toch zo wat, hè? Zwemmen in zilblauw water. Van dat knalblauwe water. Oh, ik hou zo van blauw. Veel meer dan van groen. Ja, dat sowieso. En ze gingen ook onder water, hè? Hadden ze helemaal zo'n pak aan. En met van die dingen op hun rug. En zo'n zo'n speer. Een harpoen. Kalkoen? Poen. Poen? Harpoen. Harpoen. Ja. En dan deden ze van die dingen aan de voeten van die grote. En dan gingen ze, hè? Oh! Oh! Ja! Verder dan de Wadden ben ik nooit geweest. Nee. Dat je daar dan rondloopt, hè? In je badpak. De hete zon. Overal zand. En lekkere drankjes. Mooie mannen. Geen biljart te bekennen. Nee, geen biljart te bekennen. Stil! Ik moet me kunnen concentreren. Oh ja, zo. Ik hou zo van die reality shows, hè? Oh, dat je dat doet zo op tv, hè? Die transgenders. Dat was me toch wat? Ja, dat zag ik. Oh, mijn tv staat ook nooit uit, hoor. Nee, mijn tv staat nooit uit. En wat een mooie vrouwen zijn dat, hè? Ongelooflijk. Net echt. Het is echt. Het zijn echt. Echte concurrenten, hoor. Prachtige vrouwen zijn het. Ja, ze lopen beter op hoge hakken dan ik. Oh ja, nou, ik had laatst een feestje en dan had ik zulke hakken aan. En die ging echt door mijn hakken. Oh, ja, vreselijk. Oh, schamelijk rot. Stil, ik moet me even kunnen concentreren. Cliffhanger gisteren, hebben jullie die gezien? Ja, nou, ik kijk morgen wel weer hoor. Cliffhanger? Zo spannend! En ze gaan ook altijd vreemd in die series, hè? Dat vind ik zo vreemd, hè? En er spelen echt altijd leuke mannen in mee. Welke is het knapst? Oh, met die zwarte haren! Nee, met die schouders! Daarom biljart ik nou zo vaak, omdat ik geen zin heb om dit televisie te kijken, al die zo onzin. Nou, Frans, jij bent helemaal nooit thuis, daar is ook niks aan. Ik zit liever met jou naar die onzin te kijken. Omdat ik dag en dag uit hier moet zitten. Precies. Je hoeft hier niet te zitten. Maar wat moet ik dan? Kun je dan niks zelf verzinnen? TV kijken? Vrouwen? Zal ik? Ja. Ja, ja.
biljartspel wordt gespeeld met 3 ballen. Vaak zijn 2 van de ballen wit. De derde is altijd rood. Om een onderscheid te maken tussen de 2 witte ballen is 1 van de 2 gemarkeerd met 2 tegenoverliggende zwarte stippen. Of zwarte of rode cirkeltjes. Of is 1 bal volledig geel gekleurd. Elke speler heeft zijn eigen bal. De witte of de gele. Carambol is Frans en betekent punt. Een carambol wordt gemaakt als de speler met de speelbal de andere 2 ballen raakt. Wanneer een speler een carambol maakt, mag hij of zij nog een keer stoten. Anders gaat de beurt naar de tegenstander. De eenvoudigste spelsoort is het libre of vrijspel. De balpoetsmachine. Hierbij worden een aantal ballen tegelijkertijd door een schijf rondgedraaid langs een poetsring. Door een beetje poetsmiddel toe te voegen, worden de ballen effectief gereinigd. Ik zou ook wel zo'n passie willen hebben. Elke dag gaan voor je hobby. Oh, alles opzij om dat te doen wat je leuk vindt. Een doel hebben. Ja, een doel voor de dag die komt. Alles opzij. Ongeacht. Ja, ongeacht. Ongeacht de ander. Biljarten, dat is mijn hobby. Ik speel zowat elke dag. Je moet oefenen om een goede carambol te maken. En zo door te kunnen gaan en een hele serie te maken. Ik probeer steeds beter te worden om hoger op die ladder te komen die ik mezelf aangeleerd heb. Biljarten is ook een echte hobby. En ik krijg er in mijn leven een jeu van. Zegt hij. Hij biljart elke dag. Elke dag biljart hij. Als hij thuis komt en hij gaat met de lift, dan weet ik genoeg. Verloren. Ah, hij verliest niet vaak. Maar als hij thuis komt en hij komt de trap op rennen, dan weet ik ook genoeg. Gewonnen. Ik zeg me zo, achter elke goede biljarter staat een sterke vrouw. En hij wint natuurlijk het liefst. Hij kan goed tegen zijn verlies hoor. Ja, soms zit er niet meer in, zegt hij dan. Ah, hij kan niet altijd tegen zijn verlies. Nou verliest hij niet vaak, maar hij zegt als hij ooit een keer flink zou verliezen, dat hij er dan misschien mee stopt. Hij wordt ook niet altijd opgesteld. Dat vindt hij wel heel erg jammer hoor. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij, zegt hij dan. Ja, maar als hij niet meer zou biljarten, dan zou hij de hele dag voor de tv hangen. En bier drinken, meer niet. Ja, dat sowieso. Hij heeft zelfs slijtplekken achter in zijn pak van het vele zitten naast het biljart. Hij heeft zijn tweede grote liefde gevonden. Eerst ik en toen dat biljarten. Maar ik vraag me wel eens af welke liefde groter is. Moet je nu alweer weg? Mag ik dan misschien mee? Ik kom er gewoon bij zitten hoor. Eerst deed ik dat niet hoor. Maar ja, dan zit ik maar thuis te zitten hè. Ja, want mijn man die gaat toch wel hoor. Dus ik ook. Ach, zonder ons vrouwen kunnen ze toch niet. Wij zijn de stille kracht. De stille kracht, ja. Achter het biljart. Wij vrouwen
Wij vrouwen zijn nodig. De biljartende man heeft ons vrouwen nodig. Onze aanwezigheid maakt dat ze per se willen winnen. Dat ze zich moeten concentreren. Dat hij alles geeft wat hij heeft. Kortom, er bestaat geen biljart zonder een vrouw aan de zijlijn. Zonder vrouw geen biljart. Nee.